Hallo iedereen, vandaag ga ik weer een nieuw voorleesverhaal vertellen, maar dit keer uit een boek. Mijn bijzondere kabouterverhalen, oftewel dit gaat over kaboutertjes. En natuurlijk, het eerste verhaal wat ik voor jullie ga vertellen is natuurlijk, het gaat over een kabouter die naar school gaat. En daarover vertel ik jullie dadelijk meer. Tot zo! Hallo iedereen, vandaag ga ik weer een nieuw voorleesverhaal vertellen, maar dit keer uit een boek. Mijn bijzondere kabouterverhalen, oftewel dit gaat over kaboutertjes. En natuurlijk, het eerste verhaal wat ik voor jullie ga vertellen is natuurlijk, het gaat over een kabouter die naar school gaat. En daarover vertel ik jullie dadelijk meer. Tot zo! Hallo iedereen, het eerste verhaal wat ik voor jullie ga voorlezen gaat over de kabouterschool. Echt over de kabouterschool. Ballengeertje en zijn mama komen aan op een open plek. Een beetje ongerust, vraagt kaboutertje. Is dat mijn school? Vraagt hij aan zijn moeder. Ja, lieverd, dat is jouw school. Ballengeertje heeft het gevoel dat er een dikke knoop in zijn buik zit. En eigenlijk is hij een beetje zenuwachtig ervoor. Zie je dat? Mama bekijkt haar zoon eens heel goed. Ze trekt zijn truitje recht en kampt met haar vingers en haren glad. Ballengeertje is klaar en gedraag je netjes aan in de klas, jongen, zegt zijn mama nog. Goedemorgen, Bella, zegt de oude meneer die naar hen toe komt. Goedemorgen, bakkenpluis, zegt mama. Ballengeertje houdt mama's hand stevig vast. En jij moet Ballengeertje zijn, vraagt hij bewust. De onderwijzer heeft zijn ogen die alles zien. Ballengeertje is een beetje bang. Ja, u lijkt me heel aardig, meester, zegt hij. Dankjewel, jongen, maar ik ben streng voor de hekjeschoppers. Ja, en je mama heeft vast heel veel over haar verteld toen ze bij mij in de klas heeft gezeten. Je ziet er niet uit als een kabouter die bang is voor school. Ballengeertje. Hij is helemaal opgevrolijkt. En de knoop in zijn maag is ook helemaal weg. Ik weet dat we mooie dingen krijgen van u als we heel goed ons best doen. Mama heeft een verzameling bloemetjes van het bos gekregen en steentjes. Ze weet hoe ze allemaal heten. Ik hoop dat ik er nog veel meer krijg dan zij. Mama bloost een beetje. En meester Bakkenpluis schatert het uit van het lachen. Je zult heel slim moeten zijn om beter te leren. Maar heeft ze ook verteld hoeveel moeite ze het heeft gehad om in bomen te leren klimmen. We hebben de mooiste tuinlingen gezien waarvan zij alleen een goede recept had. Als hij verbaasd het gezicht optrekt van het kaboutertje, grapt Bakkenpluis tegen mama. Bella, dat is niet zo netjes om dat te verzwijgen. Hup, ga maar vlug naar de andere mama's toe, stoute meid. Bella is helemaal in de war. Zeg maar tegen je mama en ga naar de kinderen toe. We gaan beginnen. Ballengeertje slaat zijn armpjes om mama's hals en fluistert in haar oren. Maak je geen zorgen hoor, mama. Ik zal flink zijn en goed leren. Maak je gewoon geen zorgen. Ik ben namelijk klimkampioen.
Dat heb ik van papa geleerd. Mama lacht, ballen, Geertje. Rent naar zijn vriendjes toe. Ze kletsen hem de oren van zijn hoofd. Ga jij nu met mij het bos in? Wat heb jij in je lunchtrommeltje? Dan gaat de bel. De kabouterkinderen gaan in een kring zitten. Voor een meester. Aan de rand van de oppervlakte staan de mama's te luisteren wat hun kleintjes in het koor antwoorden. Hoeveel stenen heb ik in mijn hand? Vraagt de meester. Ballengietje steekt zijn vingers op. 1 steen. En als ik er nu eens 1 bij doe? 2 stenen. En nu? 3 stenen. Heel goed. Nu hetzelfde met bladeren, zegt Bakker Pluis. 1 blad. 2 bladeren. En natuurlijk 3 bladeren. Dan wordt het moeilijker. Dan wordt het wat moeilijker. Dan antwoordt het. De kinderen moeten ons de beurt vragen en antwoorden. Sjernenne, hoeveel vogels zie je in de boom? Het kaboutermeisje denkt na en antwoordt. 2 stuks, meester. Je bent namelijk de extra vergeten. Sjernenne schrikt er niet eens van. Dat geeft niet. Ik zal de volgende keer wel beter opletten, meester. Ballengeertje, hoeveel vlinders dansen aan de blauwe hemel? Hij steekt zijn hand op en zegt: 3, meester. Bravo, jij gedroogd eekhoorntjes. Hier heb jij een gedroogd eekhoorntjesbrood. Dank u wel, meester. Dat is een mooie verzameling pannenstoelen. De mama's zullen het nu super tot sluipen om op de toppen van de tenen weg. Die avond vertellen hun kabouterkindjes dat ze al tot 3 kunnen tellen. En hun handjes kloppen samen boem, 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 boem. Het andere verhaaltje wat ik ga vertellen gaat over een bosbrand. Er was eens een kleine kabouter, altijd vrolijk, altijd druk en zijn naam was Pietkin. Op een dag, toen Pietkin onder de hoed van de pannenstoelen lag te slapen, kreeg hij een nare nachtmerrie. Het bos stond in brand. Op dat moment prikte de zonnestraal door de wolken heen en scheen precies op het neusje van Pietkin. De warmte maakte hem wakker. Geschrokken sprong Pietkin op. Ren, ren voor je leven, riep hij. Het bos staat in brand. Hij stoof er vandoor en de andere kabouter, die hem zag rennen, vroeg hem wat er aan de hand was. Het bos staat in brand, hijgde Pietkin. We moeten heel snel vluchten. Wow. Als het maar allemaal goed gaat. En de tweede kabouter rende meteen met hem mee. En toen de derde kabouter het bos stond in brand, gilde Pietkin. En dan zaaide de paniek over het hele bos heen. Al snel waren er 100 kaboutertjes op de vlucht gegaan. Maar niet alleen kabouters, ook nog alle dieren uit het bos gingen met hem mee. Toen de baas van de kabouters al dat gegil hoorde, ging hij meteen in het midden van het pad staan. En blies op zijn fluitje. Iedereen bleef staan. Waarom zijn jullie allemaal zo aan het rennen? Vroeg hij verbaasd. Omdat het bos in brand staat, antwoordde de bang kabouter buiten adem. En hoe weet je dat zo zeker? Vroeg de baas van de kabouters.
Dat heeft hij gezegd. Wees de bange kabouter naar zijn buurman. Zijn buurman wees naar de andere kabouter. Geduldig hoorde de baas van kabouters hen stuk voor stuk aan. Toen hij uiteindelijk tegenover Pipkin kwam te staan, begon hij te lachen. Jullie kunnen allemaal weer veilig naar jullie huis toe hoor, zei de baas van de kabouters. Er is wel brand, maar alleen op de neus van Pipkin. En heel gewone zonbrand. Pipkin schaamde zich heel erg en werd heel even rood als zijn neusje. Maar toen begon hij te lachen, want Pipkin was en bleef een vrolijke kabouter. Vonden jullie dit nou een leuke video? Een like en deel dan vooral. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal De Kattenbende. En vonden jullie dit nou leuk? En willen jullie natuurlijk in het toekomst nog meer verhaaltjes horen, ook live? Reageer dan of op Twitter of op Instagram, want helaas heeft YouTube de reacties uitgeschakeld van YouTube zelf, dus mensen kunnen niet meer reageren. Spijtig genoeg, maar ja. In elk geval, tot de volgende video. Doeg!